Het woord is aan de heer Van Meijeren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Voorzitter, enige tijd geleden werd deze demissionair minister van Landbouw nog de sluipmoordenaar van de agrarische sector genoemd. En hoewel die aanduiding sluipmoordenaar weer tot de nodige gespeelde verontwaardiging leidde, was het naar mijn mening wel een zeer treffende aanduiding. Want wie het woordenboek erop naslaat, die ziet dat de term sluipmoordenaar niet alleen een letterlijke betekenis, maar ook een figuurlijke betekenis heeft. En wordt gedefinieerd als, en ik citeer, iets dat niet of nauwelijks opgemerkt wordt en op termijn onvermijdelijk tot de ondergang of vernietiging van iets leidt. En hoe je het ook wendt of keert, of je het nu wel of niet eens bent met het beleid van deze demissionair minister of van het hele kabinet Rutte, niemand kan ontkennen dat het gevolg van dat beleid onder meer is dat onze agrarische sector sluipenderwijs de nek wordt omgedraaid. In het jaar 2010, toen kabinet Rutte begon, toen waren er nog 73.000 boerenbedrijven in Nederland. En inmiddels is dit afgenomen tot 53.000 boerenbedrijven. Dus de kabinetten Rutte, die hebben het gewoon voor elkaar gekregen om in 10 jaar tijd 20.000 boerenbedrijven om zeep te helpen. En alsof dat nog niet genoeg is, laten prognoses een verdere afname zien van 30% in de komende 10 jaar. Als dat nog geen sluipmoord genoemd kan worden, meneer de voorzitter, dan weet ik het ook niet meer. Hoewel je je vandaag de dag kunt afvragen in hoeverre nog sprake is van een sluipmoord, omdat de aanval op de agrarische sector steeds meer in alle openheid wordt gevoerd. Toen die rampzalige stikstofwet behandeld werd, toen sprak Forum voor Democratie al over de definitieve oorlogsverklaring aan de agrarische sector. Maar onze waarschuwingen, die met de kennis van nu geheel terecht bleken te zijn, die werden met het grootste gemak weggewuifd. Volgens de minister zouden de doelstellingen ook gehaald kunnen worden zonder dwangmaatregelen. Er zou vooral worden ingezet op technische maatregelen als emissiearme stalvloeren en luchtwassers en eiwitarm veevoer. Maar een half jaar later kreeg FVD ook op dit punt gelijk. Helaas, zeg ik daarbij, want nota bene het PBL moest erkennen dat het behalen van die absurde stikstofdoelstellingen onmogelijk zou zijn zonder, en ik citeer, een ongekende transformatie van het landelijk gebied in Nederland, waarbij een groot deel van de landbouw in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel moet verdwijnen. En inmiddels is uitgelekt dat ook de demissionair minister al druk in de weer is met vergaande plannen om boeren gedwongen te kunnen onteigenen. De demissionair minister, laten we dat niet vergeten, omdat ze haar ontslag heeft ingediend toen bleek dat ze niet meer vertrouwd werd. Demissionair betekent dus feitelijk iets als niet te vertrouwen. En het zou passend zijn als een niet te vertrouwen minister iedere dag met het schaamrood op haar kaken naar het departement zou gaan om niets anders te doen dan op de winkel passen. Maar in plaats daarvan werkt deze demissionair minister aan vergaande, ingrijpende plannen om onze boeren hun grond af te pakken. Pure diefstal. En wat ook zo kenmerkend is, is dat eerst dat wetsvoorstel met die absurde stikstofdoelstellingen tot het jaar 2035 wordt ingediend. En dat dan tijdens dat debat daarover in december vorig jaar nog net gedaan wordt alsof wij spoken zien en dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen. En zodra dat wetsvoorstel dan onder valse voorwenselen is aangenomen, nog voordat de inkt goed en wel is opgedroogd, dan komt de aap uit de mouw. En dan blijken dwang en onteigening ineens geen taboe meer te zijn.
En verschuilt men zich erachter dat we het allemaal heel vervelend vinden, maar dat we nu eenmaal die stikstofdoelstellingen moeten halen. Het is slinks en huichelachtig. En wat zegt de demissionair minister tegen die honderdduizenden boeren, inclusief hun medewerkers en personeel, die 365 dagen per jaar, dag in, dag uit, weer of geen weer, met passie en toewijding hard aan het werk gaan op een boerenbedrijf om ervoor te zorgen dat de rest van Nederland, wij allemaal, elke dag weer van groente, fruit, vlees, kaas, melk, eieren en nog veel meer heerlijk voedsel kunnen genieten. In de afgelopen tijd heb ik diverse boerenbedrijven bezocht. En wat steeds weer opvalt, is dat al die boeren niet alleen keihard werken, maar ook nog eens met de grootst mogelijke zorg voor mens, dier en milieu. Ik blijf me verbazen, positief verbazen, over de werkwijze van onze boeren, die geen genoegen nemen met minder dan absolute topkwaliteit. Alles wordt eraan gedaan om de processen steeds verder te optimaliseren. En Nederland mag zich dankzij hun inzet met trots het meest toonaangevende landbouwland ter wereld noemen. We staan bovenaan in tal van ranglijstjes op het gebied van innovatie, duurzaamheid en dierenwelzijn. In de hele wereld staat men er versteld van hoe we dat toch voor elkaar weten te krijgen als zo'n klein landje. En het is ook niet makkelijk geweest om die positie te verwerven. Het is het resultaat van hard werken. Generatie op generatie, al eeuwenlang. En Forum voor Democratie zegt: koester deze fantastische sector, wees trots op onze boeren. Zorg dat zij kunnen blijven boeren, vanzelfsprekend, met oog voor dierenwelzijn en milieu. En de boeren die ik gesproken heb, die zijn ook maar wat graag bereid om daaraan mee te werken. Dat doen ze ook, al vele tientallen jaren. Er is al heel veel van ze gevraagd. En eigenlijk het enige dat de boeren aan ons vragen is een eenduidig, navolgbaar beleid waarop voor de wat langere termijn gebouwd kan worden. En natuurlijk ook, als het even kan, een klein beetje respect en waardering voor hun harde werk. Is dat nou te veel gevraagd? Nou, blijkbaar wel, want wat het kabinet doet is het omgekeerde. Boeren worden in dit land aan de lopende band in een negatief daglicht geplaatst. Ik hoor het ook weer tijdens de inbrengen van diverse andere fracties vandaag. Alsof het kwaadaardige vervuilers zijn die ons klimaat en de natuur kapot zouden maken. Al jarenlang worden boeren in Nederland overladen met steeds weer nieuwe regels. Van fosfaat tot nitraat, dan weer klimaat en dierenwelzijn en ruimtelijke ordening, brandveiligheid. Steeds nieuwe regels die forse investeringen vragen, die dan even later weer voor niets bleken te zijn, omdat de politieke wind weer gedraaid was en er weer nieuwe regels kwamen en alles ineens toch weer anders moest. Geen greintje respect voor het harde werk van onze boeren, maar stank voor dank. En wie denkt dat, hoe schrijnend die situatie voor de boeren dan ook is, dat dit allemaal noodzakelijk is om het klimaat of de natuur te redden, die heeft het mis. Sterker nog, wie denkt dat het demissionaire kabinet überhaupt iets om onze natuur geeft, die heeft het mis. Als het kabinet iets om de natuur zou geven, dan zou er überhaupt geen CO2-beleid of stikstofbeleid worden gevoerd. Het klimaatbeleid vormt een grote bedreiging voor onze natuur. Niet alleen omdat CO2-uitstoot zorgt voor meer groen, maar vooral omdat vele natuurgebieden in Nederland, waaronder zelfs beschermde natuurgebieden, worden verwoest door megalomane windturbines, giftige zonnepaneelvelden en vervuilende biomassacentrales. Bomen kappen in beschermde natuurgebieden om zware industrie neer te zetten, voor de natuur.
Het druist niet alleen in tegen het gezonde verstand, maar ook tegen alle logica. Stikstof is zelfs een voedingsstof voor bomen en planten. Naarmate de stikstofuitstoot toeneemt, is dat goed voor bomen en planten. Maar bepaalde soorten die het goed doen op een voedselarme grond, die zouden eventueel kunnen verminderen. Maar is dat een probleem voor de natuur? Nee. Het zorgt alleen voor andersoortige natuur. De heide, die het goed doet op een stikstofarme grond en dus zou kunnen verdwijnen als er heel veel stikstof wordt uitgestoten, is niet eens natuur. Wat is eigenlijk natuur? Voordat er mensen in Nederland kwamen, toen was er ook nog geen heide in Nederland. Het is cultuurlandschap. Dus wat wij beschermenswaardige natuur noemen, dat is grotendeels ook een politieke keuze. Het is belangrijk om dat scherp voor ogen te houden. En nog een sterke aanwijzing dat dit beleid helemaal niet bedoeld is om de natuur te verbeteren, is dat de bouw van woningen, projecten voor duurzame energieopwekking en tal van andere bouw- en aanlegactiviteiten zijn vrijgesteld van die stikstofwetgeving. Voor iedereen worden vrijstellingen bedacht, maar de boeren die zullen bloeden. En hoe geloofwaardig is het dat als dit kabinet daadwerkelijk zou menen dat de natuur in Nederland ernstig bedreigd wordt door stikstof, dat er dan niets gedaan zou worden aan de massa-immigratie? De boeren worden gedwongen om te stoppen en hun grond wordt vervolgens gebruikt om 1 miljoen woningen te bouwen in de komende 10 jaar... voor mensen die nu nog niet eens in Nederland zijn, maar de komende 10 jaar worden verwacht. En nu kan men zich afvragen waarom dan toch dat demissionaire kabinet al die absurde en zeer ingrijpende maatregelen zou doordrukken als dat niet in het belang van het klimaat of de natuur zou zijn. En een pasklaar antwoord heb ik daar niet op, maar het valt wel op dat al die maatregelen niets verbeteren aan het klimaat of aan de natuur, maar wel allemaal als gevolg hebben dat de overheid steeds meer controle en macht krijgt over onze manier van leven. Het komt een totalitaire staat in wording natuurlijk wel heel goed uit dat met dit beleid ook het voedselsysteem geleidelijk onder de totale overheidscontrole wordt geplaatst. En dat de macht van een van de sterkste sectoren van ons land, de agrarische sector, fors wordt teruggedrongen. De boeren hebben immers veel privé-eigendom, veel grond, kunnen zelfs voor hun eigen voedsel zorgen. Dus ze hebben een ijzersterke en onafhankelijke positie ten opzichte van de overheid. En dat wordt natuurlijk niet geduld door een overheid die zelf totale macht en controle nastreeft. En het beleid past ook haarfijn in de internationale agenda waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd. Onder het mom van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zou er een wereldwijde voedseltransitie noodzakelijk zijn. Onze huidige eetgewoonten zouden oerslecht zijn, leiden tot klimaatverandering, waterschaarste, biodiversiteitsverlies en moeten dus, als het aan die globalistische wereldelite ligt, radicaal veranderen. En wie tussen de regels doorleest, voelt aan dat als we deze doelstellingen zouden halen, we straks alleen nog maar voeding consumeren dat in fabrieken is gemaakt, genetisch in elkaar geknutseld is om het maar CO2-neutraal te kunnen laten zijn, maar dat voor een lekker stuk vlees, vis of andere verse producten geen ruimte meer is, want wat een ongelofelijke bedreiging zou dat allemaal zijn voor het klimaat. Ook het World Economic Forum van Klaus Schwab pleit voor een wereldwijde voedseltransitie en heeft daarvoor een initiatief voor zogenaamde Food Innovation Hubs gelanceerd.
lekker belangrijk, zou je kunnen denken, want het World Economic Forum heeft helemaal geen democratisch gelegitimeerd mandaat en überhaupt geen regelgevende bevoegdheid. Echter, onze demissionair minister-president die was eerder dit jaar aanwezig in Davos, waar hij zijn volledige steun uitsprak voor dit schimmige project. Terwijl volstrekt onduidelijk is wat de gevolgen hiervan zijn voor de Nederlandse boeren en onze voedselvoorziening. En waarom worden mijn Kamervragen hierover niet beantwoord? Het is inmiddels al meer dan 6 weken geleden en ik had die antwoorden graag willen betrekken bij het debat van vandaag, maar mijn vragen worden gewoon keer op keer niet beantwoord. En dan liggen er ook nog plannen om van heel Nederland samen met Vlaanderen en Noord-Rijn-Westfalen 1 wereldstad te bouwen van 30 miljoen inwoners. Heel Nederland volgebouwd met torenhoge kantoorgebouwen en megalomane appartementencomplexen. Onder de noemer Tri-State City. U bent door uw tijd heen, hè? Ja, voorzitter. Ik zou graag 2 minuten, had ik net gemaild, maar dat is misschien niet doorgekomen, willen bijpraten. Okay. En dat gaat van mijn tweede termijn af. Dank u wel. Voorzitter, je zou over Tri-State City ook kunnen zeggen dat dit slechts een initiatief is van het bedrijfsleven. Maar dit plan is gepresenteerd aan 3 ministeries en werd daar tot mijn grote verbazing positief ontvangen. Hoe ziet de minister de toekomst van onze voedselvoorziening voor zich als Nederland 1 grote stad wordt, zonder platteland, zonder boeren? En het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dat we dan al ons eten kunnen importeren. Want ja, waarom zou je Nederlandse grond gebruiken om koeien op te laten grazen als je net zo goed biefstuk uit de Verenigde Staten kunt importeren dat daar in een farmaceutisch laboratorium is gekweekt? Maar even los van het feit dat veel Nederlanders veel liever verse producten van eigen bodem eten en helemaal niet zitten te wachten op kweekvlees of andere genetisch gemodificeerde troepen uit het buitenland, is er nog een veel fundamenteler bezwaar. De boeren voorzien in onze meest primaire levensbehoeften, voeding. Voor ons voedsel mogen we nooit afhankelijk worden van buitenlandse grootmachten. Het is daarom van fundamenteel en zelfs van levensbelang dat onze Nederlandse boeren te alle tijden in staat zijn om te kunnen voorzien in de voedselzekerheid van alle Nederlanders. Is de minister dat met mij eens? Voorzitter, ik rond af. Kort concluderend, Forum voor Democratie constateert dat het huidige beleid onvermijdelijk zal leiden tot het einde van Nederland als landbouwland. Spreekt schande over de schofterige wijze waarop boeren worden behandeld. Waarschuwt voor de enorme risico's van dit beleid voor onze voedselzekerheid. En pleit ervoor om onze boeren ruimte te geven om met oog voor mens, dier en milieu te blijven boeren, zodat onze boeren, net als in de afgelopen eeuwen, ook de komende generaties ons van geweldig voedsel kunnen blijven voorzien. Dank u wel.